Benny, een goede entrecote. Vertel daar eens iets over. Waar zit hij? Waar zit hij? Dat zijn de laatste, het laatste stuk van de rug met de lendenwervels in. Maar die worden wel verwijderd, want entrecote is altijd zonder been. Ja. Daaronder bevindt zich ook de filet puur. Mm-hmm. En als we dan toch met been zouden serveren, of kunnen willen verkopen, of de vraag is er, kunnen we daarvan die beroemde T-bone steak, dat stellende stuk. Voilà. Het is omdat, en dan blijft het been er wel in. Omdat het been een T-vorm heeft, dat ze dat T-bone steak noemen. Dus een T-bone bestaat uit een stuk entrecote, ja, en een deel filet eigenlijk. Zo is het. Dat is al oké. Dat is al oké. En nu die ribeye. De ribeye. Die, dat, hoe noemen wij dat in het Nederlands? Zesrib. De zesrib. Ja. Die bevindt zich meer naar voren. Dus we hebben dus hier de entrecote of dunne lende. Dan hebben we het ribstuk of cota los. En dan hebben we de ribeye of zesrib, die zich daarvoor nog bevindt. Het enige, het grote verschil zichtbaar is dat bij de dunne lende of entrecote het vet langs buiten is. Dus het onderhuidsvet dat er zeker moet aanblijven voor de smaak en de bereiding. Ja. Lekker vet, natuurlijk vet, lekker voor opteten, al wat je wilt. Tegenover, hoe meer dat we naar voren gaan, dus die ribeye, zoals het woord het zelf zegt, het kenmerk ervan is dat in het vlees een rond, oogvormig gedeelte vet zit. Vandaar die naam. Vandaar die naam. Ja, ja, en er zit het vet binnenin. Dus dat is, ja, dat is eigenlijk een duidelijk verschil. Als je dat in de toonbank met de slagers hier liggen, kunnen ze al zeggen wat dat wat is. Ik ben niet, men spreekt ook soms over een dubbele entrecote. Dat is eigenlijk... een entrecote, dat is per persoon. Een dubbele, dat is voor twee personen. Zoals het woord zegt. Is uitermate dikker en wordt dan ook schuin gesneden eigenlijk. En zo geserveerd. En zo'n entrecote, wat weegt dat ongeveer? Hoeveel kilo zit er zo? De kleinere rassen, laten we zeggen, 4 kilo tot zelfs 10 kilo bij de heel zware rassen. Ja. En dat zit dus uiteraard langs de twee kanten van de rug? Dat zit langs twee kanten van de rug, ja. Zo is het. Nee, fantastisch. En hier lekker stuk vlees. Chef. Benny. We vertrekken hier van een volledige rug van een nachtkwartier. Een counter. Een counter. Maar ik ben professioneel, hè, Benny. Je bent professioneel, chef. Ja, ja. Nee, dat is dus een hele rug. Ja. En ik zou nu, ja, een entrecote. Zonder been. Ja. Zonder been. Ja. Dus vanaf achter de laatste rib. Ja. Zo het tieren. Dat is een entrecote. Dat is een entrecote, ja. Wat we ook kunnen, dat is van datzelfde stuk snijden, dat zijn T-bone steaks. Dat is dat stukje op een T, ja, met een stuk filet. Een stuk filet. Voilà. Ja, dat is wel interessant. Ik kan misschien niet afsnijden, dan kunnen we toch voort, nee, voor die entrecote. Gewoon dat gewoon hier recht afsnijden. En natuurlijk een zaag nodig. Hè. Voilà, hier zien we duidelijk dus het filetpuurtje, ja, het T-vormig been, hè? Ja. En dan hier de entrecote. De linde, ja. En dan hebben we een mooi stukje voor twee of drie mensen. Ja, mooi, hè. Dus voilà. Nu terug naar een entrecote. Een entrecote. Dus ga ik die hier voort afsnijden. En we hebben weer ons marie nodig. Dan gaan we eerst die filet verwijderen. Dat is werkelijk afkrabben, hè, Benny? Ja, natuurlijk, chef. Dan mag je vlees aan de benen, hè. Dat is de gierigheid van een beenhouwer. De gierigheid van een benen. Ja. Voilà. Dus dat is... De punt van de filet. De ossenaas. De ossenaas, de filet, ja, hè. Ja. Met de ketting eraan, hè. De ketting eraan, ja. Wat doe je? Met de bijl? Met de bijl. Dus wat doe ik nu? Ik klop die krakenbenen. Hè, bij een jong dier is dat een krakenbeen. Kloppen we dus van die lendenwervels af. Ja. Waarom doen we dat? Omdat we een directe vlies hebben. En dat been dan gemakkelijker uit. Even kraken. Voilà. Je moet er zelfs bijna geen soep meer van maken. Dat is voor dat je dus die benen losklopt. Dan haalt je dus schakel per schakel al dat, ja, eruit. Ja. Vlaschef, ik denk dat we hier kunnen van vertrekken voor uw dubbel entrecote of entrecote.
ik het liefst een dubbel. Ik vind het altijd iets plezieriger voor iets op een dik stuk te bakken. Ja, fantastisch, hè. Super, Benny. Bedankt. Dankjewel, chef. Al wat ik hebben moet. Ongelooflijk lekker stukje vlees. Een dubbele entrecote. Dat betekent dat dat voor twee personen is. Je ziet dat wel aan de dikte. Schone marmer erin. Dat betekent dat er goed wat vet in zit. Ik ga dat maken met een Provençaalse saus. Daar zitten tomaatjes, look, ajuin, de paprikakjes in. En voor mij is dat het een sausje is dat toch een tijd moet pruttelen. Ga ik daarmee beginnen. We gaan eerst onze echalotjes en onze look stoven. En dan zo stilletjes aan alle ingrediënten erbij. Gewoon dat buiten het schilletje eraf. Voilà, dat is al klaar. We gaan ook een beetje look nemen. Provençal. De Mediterranese onder look, dat bestaat niet, denk ik. Die gaan we gewoon pellen. Dus daar gaan we mee beginnen. Ik ga mijn ajuin snijden. We moeten dat mooi snijden. Waarom? Omdat dat zichtbaar blijft in de saus. Dus die wordt daarna niet gepasseerd. Dat blijven allemaal stukjes. Vandaar moeten we er met snijden een beetje zorg voor dragen dat dat er goed uitziet. Altijd goed opletten als je met je mes werkt. Dat je vingertopjes goed wegzitten. Voilà, nu ga ik de look fijn kappen. Dat is onze eerste stap. Nu gaan we beginnen met koken. We gaan een pannetje opzetten met olijfolie. Voilà, dat mag wel een beetje zijn. Dat is lekker, olijfolie. Dan gaan we dat lichtjes verwarmen. En dan gaan we die look en die echalotjes aanstoven. Maar absoluut niet kleuren. Onze volgende stap is dat we onze paprika's gaan gebruiken. Maar we gaan wel dat buitenste pelletje eraf schillen met een dun schilder. Voilà. Ik heb het met een halve genoeg. Het is tenslotte toch maar voor twee personen. We doen dat buitenste pelletje eraf omdat er veel mensen zijn die eigenlijk moeilijkheden hebben met verteren van zo'n paprika. En als dat buitenste schilletje eraf is, is dat eigenlijk geen probleem. Door dat schil kan dat zo'n beetje op je maag liggen. En dat moeten we toch zeker voorkomen. Voilà, nu nog de gele. Voilà, paprikakjes geschild. En dan gaan we die ook snijden. We gaan die ook mooi snijden, want die blijven ook zichtbaar in onze saus. Ik ga ze nog eerst eens in twee snijden. En dan gewoon in fijne stukjes. En het grote voordeel is ook, doordat je zo'n sausjes moet maken, dat die iets langer duren eigenlijk als uw vlees, dat je uw vlees al bij u op een warm plaats in de keuken zet. Is er al 24 graden of 23 graden en dat vlees dat wordt eigenlijk al van binnen en van buiten warm. En dat is veel beter. Uit de frigo, direct in de pan, dat is niet goed. Je moet dat rustig ontspannen, laten klimatiseren. Eigenlijk chambreren, zoals ze dat in de wijn noemen, dat telt ook voor het vlees. Voilà, prachtige kleuren, hè. Die gaan we er dan nu bij doen. En dan gaan we dat gewoon allemaal goed door elkaar roeren. We hebben tomaatjes nodig. We gaan het pitje uit de tomaatjes uitdoen. Maar ik ga de tomaten niet pellen. Maar dat wil natuurlijk wel zeggen dat ik ze eerst moet spoelen onder koud water. Dat ze goed proper zijn. Altijd best dat je dat doet. Je weet toch nooit eigenlijk waar die tomaten allemaal gelegen hebben en zo. Voilà. En dan gaan we die eigenlijk gewoon in stukken snijden. Dus we snijden die even in tweeën. Nog in tweeën. En dan in kleine stukjes. Want die blijven ook zichtbaar in de saus. Voilà. Het is een schoon aan het stoven, die groentjes. Onze tomaten erbij.
En terug het vuur op. En laat dat nu maar sudderen. We gaan er nog onze kruiding bij doen. Peper en zout, uiteraard. We kunnen er daarna altijd nog afproeven. We gaan al de basiskruiding toevoegen. Nog een beetje zout. Onze witte wijn gaan we ook toevoegen. Dat zo bijna onderstaat eigenlijk zo. En dan hebben we nog ons kruidenboeketje. Peterselie, tijm, laurier, met je korken samengebonden. Dat gaat ook een goede smaak aan onze saus geven. We steken dat er gewoon in. En laat het nu allemaal maar pruttelen. Wat gaat er gebeuren? Het vocht dat erin zit, in de tomaatjes en zo, dat moet eigenlijk verdampen. En zo geven eigenlijk die groenten, gaan de saus binden. Een half uurtje moet dat opstaan. Ik ga nu eerst mijn rijst koken, want ik vind Provençal in rijst, dat gaat lekker samen en dan kun je goed die saus ook allemaal opeten. Het is altijd hetzelfde verhaal voor onze rijst. 1 kommetje rijst en 2 kommetjes water. Maar om onze rijst toch nog wat extra goede smaak te geven, ga ik ook eerst wat echalotjes smelten, die rijst daarin, en dan eerst dat water toevoegen. Dat geeft altijd een betere smaak. Voilà, onze echalot. Echalotjes in tweeën. Even allemaal wat inkervingen maken. En dan weer voorzichtig zijn voor de vingertjes. Voilà. Klein beetje olijfolie voor de rijst. Onze echalotjes erin. We gaan ons gewoon onze echalotjes lichtjes stoven in die olijfolie, maar zeker niet kleuren. En dan gaan we onze rijst toevoegen. En dan gaan we wat kruiden. Een beetje zout. Een beetje peper. En dan gaan we dat gewoon door elkaar roeren. Voilà. En dan gaan we ons 2 potjes water toevoegen. 1. En 2e. Scheeltje erop. En dan moeten we gewoon laten gaar koken. Het moment om ons paddenstoelen toe te voegen. Een ongelooflijk lekker paddenstoel. En ook in elke vorm vind ik je. Ik vind dat zelfs rauw fantastisch lekker om te eten. En dan gaan we die gewoon ook daarbovenop doen. Maar even allemaal schoon onder elkaar roeren. Wat tof van aan deze saus vind ik, dat saus, maar ook in één keer verse groenten zijn. Dus dat vind ik er echt wel gemakkelijk aan. Saus erop, onze rijst die kookt. Enfin, koken, dat is ook zo rustig pruttelen. Als dat water eruit is, gaat dat klaar zijn. Dat ziet er allemaal perfect uit. Dan is het grote moment om aan ons vlees te beginnen. Het eerste is, het is best dat je je oven op 200 graden voorverwarmt. Dat die goed warm is om te beginnen. En nu het stukje vlees. We gaan dat bakken in een goed stukje verse boter. En dat moet wel goed warm zijn, want ons vlees moet dichtgeschroeid worden. Voilà, ons stukje vlees gaan we aankleuren. Maar ik ben voorstander van dat op voorhand met peper en zout te kruiden. Er zijn verschillende ideeën over. Je moet dat maar doen zoals je vindt. Dat je dat zelf het lekkerste vindt. Maar mijn voorkeur gaat op voorhand te kruiden. Voilà, goed wat peper. Een goeie zout, dat mag grof zout zijn, zeezout zijn. En dan goeie bruine boter, want die moet zo even kratsch, langs alle kanten dichtgezet worden. En waarom doen we dat? Omdat alle jus, alle sappen, er zouden niet blijven. Dus het buitenste pel eigenlijk karamelliseert en sluit af dat de binnenste sappen er niet uit kunnen. Dat is de bedoeling eigenlijk.
Voilà. Dan dat vertrekken met het vel, dus eigenlijk het vet, naar onder. Zo. Dat is maar een paar minuutjes, alles benen, 2 minuutjes. Echt dicht grooien langs alle kanten. En dan gaan we het in de oven steken. Voilà, zie je ziet. Dat is de bedoeling. En nu op de andere kant. Voilà, ons vlees aangebakken langs alle kanten. Nu de oven in. Voorverwarmd 200 graden. Maar één keer dat hem erin zit, gaan we hem naar 180 brengen. En dan na 8 minuutjes, 9 minuutjes zal die klaar zijn. En dan is hem saignant gebakken. Als er mensen zijn die dat liever iets meer gebakken hebben dan appoint, dan moet je dat iets langer laten gaan. Voilà, ons sausje staat op, onze rijst. Ik ga dat afwerken met een klein beetje peterselie. Ik kan intussen tijd nog een beetje peterselie hakken. Het is de bedoeling dat we nog grof gehakte peterselie maken voor straks op ons saus te doen. Voilà, het is de moment om naar onze entrecote te kijken. Dat ziet er perfect uit. Maar hetgene je zeker niet mag vergeten als je vlees gebakken is, dat je het eigenlijk nog even laat rusten. Dus ik ga gewoon de oven openlaten. Ik ga de oven uitzetten. En we gaan dat vlees zo nog minstens toch 1 minuut of 5 laten ontspannen. En waarom? Door die warmte zijn al die cellen, die spannen zich allemaal op. En als we dat nu terug rustig gaan laten ontdooien, bijna eigenlijk, dan gaan die cellen ook terug openzwellen en gaat dat vlees sappiger worden en malser worden. Dat is ook bij kip, bij wild, dat is eigenlijk bij alle gerechten zo. Voilà, het vlees heeft voldoende gerust. Het is het moment om alles mooi te dresseren. Kijk eens, een mooi stukje lekker vlees. Ongelooflijk. Wat ook altijd belangrijk is bij vlees, dat we het juist snijden eigenlijk. En in zo'n entrecote moeten we zorgen dat dat schuin gesneden wordt. Dus niet recht, maar een beetje schuin snijden. En dat is omdat je met een draad van het vlees moet rekening houden. Buitenste pelletje eraf. Dat is altijd voor de chef. Voilà. En dan nu gaan we er wat rijst bij doen. En dan onze saus. Voilà, dan kunnen we nog een paar druppeltjes van die braadjus op ons vlees, dat dat schoon blinkt. Klein beetje grof zout. En een klein beetje peterselie op onze Provençal saus. Klein stukje vlees voor de chef om te proeven. Lekker. Njam, njam.